De initiatiefgroep Lelylijn blijft positief over de aanleg van de spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden. Gisteren bleek uit een vervolgonderzoek dat de komst van het spoor voor hooguit 90.000 extra woningen gaat zorgen in de noordelijke provincies. De provincies zelf gingen eerder uit van 220.000 extra woningen. Ook Flevoland wil extra huizen bouwen als de lijn wordt aangelegd. Wim van Wegen is fractievoorzitter van D66 in Noordoostpolder en bestuurslid van de initiatiefgroep Lelylijn. Hij juicht de komst van de lijn enorm toe. Goedemorgen, meneer Van Wegen. Een hele goede morgen. Ja, hij is er. Er is extra onderzoek gedaan naar de Lelylijn. Maar wat blijkt nou in dat rapport wat daar uit naar voren is gekomen? Daarin staat onder andere van die 220.000 woningen. Die misschien gebouwd kunnen gaan worden. Nou, dat is wel heel enthousiast. Dat zullen er toch wat minder worden. In dat rapport staat dan 25 tot 75, misschien 90.000 woningen. Maar dat is wel echt het maximum. Dat is toch een behoorlijke domper, lijkt me. Nee hoor, dat is zeker geen domper. Er staan heel veel goede conclusies, heel veel mooie conclusies in dat rapport. Kijk, en dat het aantal woningen veel lager wordt ingeschat. U noemde het aantal al. Ja, dat kan. Dat is ook maar een projectie in de verre toekomst. Wij denken dat die woningen zeker gerealiseerd kunnen worden. Bestuurders zitten aan de knoppen en die gaan erover. Ja, maar moet je dan wel 5 tot 10 miljard daarvoor uittrekken als maar zo'n gering aantal mensen in het noorden wil gaan wonen? Kijk, de vraag is, wat moet je eerst doen? Als je die Lelylijn aanlegt, dan heb je de infrastructuur in het noorden op orde. En dan heb je die verbinding met het rest van het land op peil. Ik denk dat het dan ineens zomaar kan zijn dat het noorden een stuk aantrekkelijker wordt om daadwerkelijk te gaan wonen. Dus misschien moeten we gewoon eerst die Lelylijn aanleggen en dan het aantal woningen vergroten. Oh, maar dat gaat nog heel lang duren. Want in het rapport staat 2035. Nou, waarschijnlijk gaat dat wel 2040 worden voor die Lelylijn er een keer ligt. Als je dan nog huizen moet gaan bouwen, nou, dat gaat wel heel lang duren. Wij denken 2035 zeker haalbaar is. Ja, het rapport zegt dat niet, hè? Het rapport zegt het niet, maar uiteindelijk gaan beleidsmakers en bestuurders erover. In het regeerakkoord is 3 miljard gereserveerd voor de Lelylijn. Dit jaar gaan er concrete plannen voor de Lelylijn worden gemaakt. Ik blijf zeggen, gas erop en gaan. Ja, nu je het over het geld hebt, daar wordt ook nog wel wat over gezegd natuurlijk in het rapport. Er zal nog flink wat bij moeten en dan komt Europa ook in beeld om bij te springen. Zeker, 3 miljard is natuurlijk veel te weinig. 6 miljard is alles ook realistischer. Nou, dan moet je de verdubbelaar inzetten en daar hebben we inderdaad Europa bij nodig, dat klopt. De verdubbelaar? Ja. Hoe zit dat? Nou, 3 miljard moet zeker 6 miljard worden, want die kosten heb je gewoon nodig. 3 miljard van Europa, 3 miljard uit de regio. Zo werkt het in Brussel. Nee, zeg ik niet. Wat dan? Er ligt 3 miljard op de plank voor de Lelylijn in Den Haag. Nou, ja. Er moet 3 miljard uit Europa bij. Dan heb je 6 miljard. Dezelfde redenering, maar dan andersom. Zeg maar, wat moet nu de volgorde worden? Eerst die Lelylijn aanleggen en dan hopen dat er huizen gebouwd kunnen worden in de buurt van die Lelylijn, omdat dan mensen gewoon uit de Randstad die snel heen en weer naar hun werk kunnen of andersom? Kijk, vooropgesteld, dat onderzoeksrapport biedt een hele nuchtere kijk op de realiteit. Hè? Het aantal woningen, nou, dan moet je gewoon beleid op maken. Het is niet zo dat als je die Lelylijn gaat aanleggen en je gaat zomaar in het wilde weg woningen realiseren, dat ze dan ook allemaal bewoond zullen worden. Hè? Er moet natuurlijk wel een vraag en aanbod, dat hangt ermee samen. Mm-hmm. Maar wij vinden gewoon dat het noorden een snelle en goede ontsluiting verdient. En ik zou liever inzoomen op de positieve punten die naar voren worden genoemd. Ja, ik ook. Maar ik zie ze niet zo. Nou, de Lelylijn zelf, die komt er heel goed vanaf. De Lelylijn voegt echt iets toe, staat er in het rapport, voor reizigers van en naar Noord-Nederland. Er staat ook in het rapport dat de aanleg van de Lelylijn positieve effecten op de leefbaarheid en het woongenot gaat leiden. Ja. En als derde, dat als gevolg van de Lelylijn de bereikbaarheid in Noord-Nederland en in Noordoostpolder grote verbetering aanbrengen in de sociale opgave als het gaat om krimp, achterblijvende groei, wegtrekkende jongeren, et cetera. Dus de Lelylijn zelf, en dan heb ik niet over het Deltaplan voor het Noorden waar het rapport over gaat, maar de Lelylijn zelf, die komt er in het rapport eigenlijk verrassend goed vanaf. Je hebt de roze bril nog op. Nee, ik heb het rapport gelezen, net zoals jullie neem ik aan. Ja. En daar komt die Lelylijn zelf, komt er heel goed van af.
En ik denk dat we nu visie, lef en daadkracht moeten tonen. Want als we met dezelfde blik allerlei rapporten waren gaan bekijken en nog een rapportje extra zouden gaan schrijven, dan was Flevoland er nooit gekomen. Dat durf ik wel te zeggen. Want 100 jaar geleden, of een dikke 100 jaar geleden, waren er ook heel veel mensen en rapporten die helemaal niet zo positief waren over de haalbaarheidskansen van het inpolderen van de Zuiderzee. Maar één man dus, hiervoor. Ja, het is duidelijk. Wim, jij zegt van ja, je kunt nog wel 10, nog wel 100 rapporten schrijven over de Lelylijn. Moet die er komen of niet? De scenario's, want dat staat ook in dit rapport. Zoek nou eerst eens uit welke varianten van de spoorlijnen het kansrijk zijn. Kijk naar de concrete spoortracés. Je zegt, we moeten gewoon aan de slag. We moeten aan de slag, anders kun je tot Sint-Jutemus bezig blijven. En dan gebeurt er helemaal nooit wat. Nee, dan komt hij er nooit. Goed, Wim, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. Wim van Meegen was dat.